Manuel Wouters kennen we als de meester cocktailshaker van Yam. Als geen ander slaagt hij erin verschillende ingrediënten te shaken, te roeren en te mixen tot de meest verrukkelijke cocktails. In deze rubriek maakt hij cocktails op basis van koffie. En vandaag maak ik een cocktail van eigen hand, de Black Beauty. Welke ingrediënten hebben we daarvoor nodig? Eerst en vooral cognac. Donkere chocoladelikeur. Vloeibare suiker. En dit recept kan je zelf maken. Het zijn twee delen suiker op één deel water. En het recept vind je op yam.tv. Kandijsuiker. Zwarte peper. En eucalyptusbladeren. Nu, de Black Beauty is een zwarte koffiecocktail. Daarom gebruiken we ook hele sterke zwarte koffie. Hoe gaan we te werk? We gaan eerst dit Monaco-glas voorkoelen met ijs. Dus we gebruiken daar gepileerd ijs voor. En dat zetten we eventjes aan de kant. Dan nemen we ons mixglas. We starten met ons eucalyptusbladeren. En we gebruiken zo een 2 à 3 blaadjes. Dan gebruiken we 1 afgestreken theelepel kandijsuiker. Dat gaat ervoor zorgen dat de suiker in de bladeren krast en we meer flavors krijgen uit deze bladeren. Dan gebruik ik nog wat zwarte peper. En dan gaan we de kneuzen met een houten stamper. Dus we wrijven de suiker en de peper goed in de eucalyptusbladeren. En als je daarvan riekt, dan ruik je zo dennenhars en pepermunt. Dat is eigenlijk de geur van eucalyptus. Dan gaan we onze cognac gebruiken. Daar gebruiken we 3 centiliter van. 2 centiliter chocoladelikeur. En dat kun je in de meeste speciaalzaken wel vinden. 1,5 centiliter vloeibare suiker. En ongeveer 5 centiliter ijskoude koffie. Het is wel belangrijk dat die koud is. Dan nemen we ons mixglas en we doen er een aantal ijsblokjes in. Een 6-tal blokjes is zeker genoeg. Dan nemen we onze cocktaillepel. Dan gaan we de cocktail langzaam roeren. In dit geval gaan we de cocktail niet shaken, anders zou er een schuimlaagje ontstaan en dat is niet echt de bedoeling van de Black Beauty. Dus we roeren een aantal seconden. Verwijderen het ijs uit het Delmonico-glas. Je ziet dat het glas mooi aangedampt is en ijskoud is. Dan nemen we onze zeef. Dan nemen we nog een fijn zeefje. En dan zeven we de Black Beauty dus voorzichtig in ons glas. Garneren doen we met een eucalyptustakje. Knijp ook eventjes op die bladeren, zodat we bij het drinken ook de etherische oliën gaan waarnemen. En hier hebben we dan onze Black Beauty, de perfect after-dinner cocktail. Cheers!